De blonde vreemdeling hees een tas op zijn rug en liep de loopplank af, de steiger op, alsof het allemaal maar normaal was. Hij knikte naar me. Ik keek hem aan, ik hield zijn blik vast. En dat voelde, ik kan het niet anders omschrijven, alsof ik raak had geschoten. Ik begreep niet waar dat gevoel vandaan kwam. Ik had nog nooit raak geschoten. Ik had überhaupt nog nooit geschoten. Ik had wel eens geprobeerd een erg brutale kraai met stenen dood te gooien. Maar dat was natuurlijk een absurde vergelijking in deze context. Ellen, dit is zo'n spannend fragment. Het is maar een heel klein stukje, maar ik zit al helemaal op spelden. Kan je ons vertellen waar het boek over gaat? Er is een enorme spanning in hier al. Ja, het gaat over een vrouw die op een eiland woont in een heel klein dorpje. Dat dorpje is een plek op het eiland, daar kun je alleen met een boot komen. Je kunt niet over land vanuit de stad op het eiland er naartoe. Het is heel afgelegen. Zij wordt daar bedreigd door de plaatselijke dorpsgek. En ze kan er niet weg. Ze kan niet weg. Vrouwen mogen niet reizen. Dus ze zit daar eigenlijk vast in dat dorpje. En dan komt die blonde vreemdeling. En dan, daar heeft ze eigenlijk haar hoop op gevestigd. Kan die iets voor haar doen? En ze zegt, ik heb nog nooit geschoten. Ja. En dan, daar voelen we, er is iets aan de hand. Ja. Die titel, Kraaien in het Paradijs, wat is dat voor titel? Kraaien spelen een heel grote rol in het boek, omdat ze, kraaien symboliseren van alles. Je hebt bij kraaien tegelijk al een soort gevoel van doen, van onheil. En, van dood. Van dood ook, ja. Ja. En in het boek symboliseren ze ook de zielen van de doden. Maar ze zijn ook echt aanwezig en zij belagen Lipa, de hoofdpersoon, eigenlijk ook. Dus zij zijn altijd om haar heen en als de situatie vervelender wordt, dan komen er meer van. Het zijn hele vreemde wezens. Maar het zijn de kraaien op een eiland waar iets, je hebt het eerst niet in de gaten als je het leest en we kunnen dat best zeggen. We zitten in een situatie in een vrij nabije toekomst, ja. Waarbij kraaien eigenlijk nog de enige vogels zijn, lijkt het. In ieder geval op dat eiland zijn het de enige vogels. En de rest is er niet meer. De rest is er niet meer. Wat is dit voor tijd? Waar zitten we? In mijn verbeelding is het zo, we hebben alleen mijn verbeelding hier. In mijn verbeelding is dit rond 2100. Dus het is begin volgende eeuw. Het is niet zo ver weg. Het is niet zo ver weg, nee. En wat is er dan? Ja, er gaan heel veel dingen tegelijk mis. Het internet is uitgevallen. De grote landzoogdieren zijn uitgestorven. Dat is een heel belangrijk iets. En daar werd ook echt wel iets van gemaakt toen mensen dat zagen aankomen. Toen hebben ze een olifant opzij gezet. Om dan die olifant in ieder geval maar het laatste landzoogdier te laten zijn. Dus het is een soort feest geworden. Steeds meer dieren en plantensoorten sterven uit. Mensen moeten andere bronnen van voedsel zoeken. Het is echt een dystopische wereld. En kan je iets zeggen over hoe je tot deze conclusies komt? Want jij bent behalve schrijver ook wetenschapsjournalist. Dus je hebt nagedacht over wat je kon doen als je een eeuw vooruit denkt. Want wat is dit? Ja. Ik weet niet zeker of er een wereld kan bestaan waarin kraaien de enige vogels zijn en waarin alle grote landzoogdieren zijn uitgestorven en waarin de mensheid in feite de plek heeft ingenomen van die grote landzoogdieren als roofdier en als soort die in feite het hele landschap over de hele wereld beheert. Ik weet niet zeker of het kan, maar mijn boek is ook een waarschuwend sprookje in die zin. Dus dit zou kunnen gebeuren als dingen een bepaalde verkeerde kant op gaan met de wereld. Als de klimaatverandering doorzet, als we verkeerde leiders aan de macht kiezen. Dan zou Vertel eens over die leiders, want wie zijn dat? Ja, in mijn boek is de familie Trump de hele 21ste eeuw aan de macht geweest. De dynastie Trump. Dus toen ik het schreef was Biden nog niet gekozen. Maar nog steeds kan na Biden dus natuurlijk opnieuw Donald Trump aan de macht komen. En daarna zijn zoon en daarna misschien dienstkinderen. En de pandemie? Ja. Speelt die een rol in je boek? Ik heb het grotendeels geschreven voor de coronapandemie. Het grappige is, we hebben allemaal het idee dat we terug verlangen naar die tijd daarvoor. Maar ik had toen ook al heel sterk een gevoel van doen.
Ik had toen al het idee, dingen gaan niet goed op de wereld. En volgens mij hadden we dat met z'n allen wel. De kloof tussen arm en rijk werd steeds groter. Er werd geen enkel klimaatdoel gehaald. We hadden de situatie met de toeslagenaffaire toen al. We hadden de vluchtelingen in Griekenland. De democratie wordt steeds meer een soort van populariteitsverkiezing. Een soort reality show. Dat gaat ook allemaal niet goed. Dus ik was toen al eigenlijk heel somber, al voor corona. En in die zin speelt die pandemie niet een echt grote rol in dat boek. Maar dat gevoel van doen, dat hebben we eigenlijk vastgehouden met z'n allen. En dat had ik toen ook al. En dat heb je bij het schrijven gebruikt? Ook? Ik heb het bij het schrijven gebruikt, ja, absoluut. Ja. En heb je ook wel eens gedacht, het gaat te ver? Dit is wel heel somber. Ja, heb ik ook wel gedacht. Maar ik vond toch dat ik dat pad af moest lopen, omdat je moet het ergste vertellen wat je kunt bedenken, zeg maar. En je kunt niet denken van, nou, ik doe er even een tandje af, anders is het niet gezellig meer. Het moest wel echt vreselijk zijn. En dat is ook de schoonheid van het boek, wat mij betreft. Dat het echt heel vreselijk is. Het is ook voor vrouwen heel vreselijk. Je hebt ook doorgeredeneerd vanuit de positie van vrouwen. Terwijl ik nu juist dacht, eindelijk maken we ze een beetje vooruitgang. Staat er in jouw boek, ja, die 20e eeuw, dat was van het feminisme. Toen is het helemaal misgegaan. Ja. En nu zou het dan goed zijn volgens de huidige machthebbers. Hoe kijk je daarnaar? Waarom zit dat er zo in? Er is ook een zware MeToo-component zit erin. Ja, zeker. Ik heb dat er zo ingestopt omdat ik dus het idee had met de democratie die een soort reality show wordt, waarbij we de populairste mensen kiezen, krijgen mannen met extreme meningen ook meer kans, krijgen populisme meer kans. Dat zijn geen mannen die heel veel zin hebben in feminisme, heel veel zin hebben in vrouwen naast zich. Als dat doorzet, dan betekent het misschien wel dat idee van er moeten meer vrouwen aan de top, wat wij nu heel erg hebben, dat inderdaad een idee is van deze tijd en dat daarna afbreekt. Het gaat nog verder in je boek, dat niet eens aan de top, maar gelijke positie is. Nee, dat is weer afgeschaft. Van. Ja. Ik heb het idee, wat zou kunnen is, kijk, in crisistijd worden vaak vrouwen aan de top neergezet. Die mogen het dan even oplossen. En dan is er een vaag idee van, dat kunnen ze toch niet. En dan kan er daarna weer een man komen. Gaan we weer gewoon doen. Dat gaan we weer gewoon doen. De glazen klif. En dat zou massaal gebeurd kunnen zijn. Op een moment voordat mijn roman begon, maar nadat wij nu hier zitten. En dan is misschien dat hele idee van vrouwen moeten ook kansen krijgen wel teruggedraaid. Omdat ze hebben gezegd van, zie je wel, het werkt niet. De vrouw moet terug achter het aanrecht of waar ze ook hoort. De vrouw moet terug als seksslaaf. Ja, als seksslaaf. Ja, absoluut. Ja, dat is een van de gruwelijke dingen in je boek waar we verder niet te veel van verraden. Maar er zijn wel scènes die ik ook weer heel mooi vind. En dat is het mooie ervan dat je het heel mooi vindt en tegelijk zit denken, Ja, het is wel vreselijk. Ja. We zitten op een eilandje. Ja. Wat is dat voor een eilandje? Maar hoe kom je bij zo'n eilandje? Ja, ik hou heel erg van eilandjes. Ik ga heel graag naar eilandjes op vakantie. Ik hoop ook dat dat heel snel weer kan. Ik heb op Texel veel zitten schrijven. Ik hou heel erg van de Griekse eilanden. Maar ik ben een paar jaar geleden verliefd geworden op een Japans eilandje. Dat heet Iriomote. Dat ligt 4000 kilometer onder Tokio en eigenlijk meer in de buurt van Taiwan dan bij het grote eiland van Japan. En dat is een jungle-eiland. Daar is inderdaad zo'n dorpje waar je alleen met een boot heen kunt. En in de jungle leeft een kattensoort die alleen daar voorkomt. En ik vond dat zoiets magisch. Dat een kattensoort die alleen daar voorkomt? Ja, een wilde kat. De Iriomote bergkat, de Yamaneko. Er leven ongeveer nog 100 exemplaren van in het wild. Ze eten kikkertjes en muisjes. En het is een heel zeldzame kat. Ongeveer grootte van een huiskat, bruin. En zijn die ook gedomesticeerd? Nee, helemaal niet. Nee, dat is echt een wilde kat. Het is, volgens sommige mensen is het een ondersoort van de Bengaalse tijgerkat. Mm-hmm. Het heeft een iets marteriger gezichtje dan de gewone poezige te kennen. Ik heb hem opgezet gezien. Ik wilde hem natuurlijk heel graag zien. Aan het begin van de vakantie hoopte ik heel erg dat we hem zouden zien.
En naarmate wij daar langer waren op dat eilandje, hoopte ik steeds sterker dat we hem niet zouden zien. Omdat de grootste kans dat we hem zouden zien was onder onze auto. Want op dat eiland staan ongeveer om de 50 meter staan bordjes pas op voor die katten. Ze worden heel veel doodgereden. Ja. En ik vind het ook, ik vertel er nu over, maar eigenlijk een beetje met pijn in mijn hart. Omdat ik bang ben dat er nog meer toeristen naar dat eilandje gaan en die katten daar doodrijden. Je boek speelt zich af op een eilandje zoals dat Japanse eiland waar je gezeten hebt. Inclusief die kat. Ja, daar komt ook weer een kat in voor. Dat is dan, dat is in mijn hoofd inderdaad die kat. Het is ook omdat ik eigenlijk in elke roman die ik schrijf heel graag een kat wil hebben. Is dat zo? Eén kat. Onder het ijs zat ook al een kat. Die beïnvloedde de loop van het verhaal heel sterk. Maar die speelde niet een grote hoofdrol. En dat is nu weer zo. Ik hou daar heel erg van als dat gebeurt in boeken. Tom Gedrag deed het ook in Ogen van Tijgers. En sowieso in fictie hebben katten vaak een heel bijzondere rol. Dus ze zijn vaak begeleiders. Ze zijn vaak waarschuwende wezens. Ze weten vaak op een soort van mystieke manier meer dan mensen. En ze proberen die mensen dan te waarschuwen. Ze zijn bijna heilig. Ik zou wel een studie willen maken van katten in fictie. Ja, wel een goed idee. Dus voor het volgende boek. Ja. Maar deze kat is uitgestorven. Deze kat is uitgestorven. Dus ja. Die is er niet meer. Nee. En die maar misschien is er toch nog één. Denk je? Dat zou kunnen. Nou, laten we het hopen. We zitten in een heel klein gemeenschapje. Een dreigend gemeenschapje. De hoofdpersoon is een vrouw. Ik wil zeggen jonge vrouw, maar dat weet ik niet eens zeker of het is. Ze denkt in ieder geval, ze voelt zichzelf een jonge vrouw. Ja. Maar ze is in de loop der tijd natuurlijk steeds ouder geworden. Ze is begin 40 in het boek. Ja. Maar ze voelt zich nog eigenlijk die jonge vrouw die daar kwam op dat eiland. En ze is daar gekomen omdat ze getrouwd is met een personage. Zij heeft het heel zwaar. Zij heeft het echt heel zwaar. Zij is ook de ik-persoon van het... Niet helemaal ik is het, hè? Dus zij is de hoofdpersoon. Identificeer je je met haar? Ja, tot op zekere hoogte wel. Ik heb, zij zit eigenlijk klem op dat eiland door een relatie. Wat ook een soort van symbolisch idee geeft van klem zitten in een relatie. En dat heb ik zelf ook wel meegemaakt. Dat je in een liefdesrelatie zit en dat je daar... Ja, dat scheef gaat. En dat je daar dan eigenlijk te lang in blijft hangen. Niet op tijd weggaat. En eigenlijk zeer ongelukkig wordt. Maar het gevoel hebt dat je er niet uit kunt. Ja. Dat je niet weg kunt. Maar wat erbij komt is dat er zijn ook nog twee broers. Het is een heel sprookjesachtig gegeven. Twee broers die elkaar betwisten. Ja, ja. Hoe kom je daarbij? Ja, dat is ook een... Dat is een van de verhaallijnen inderdaad. En dat heeft ermee te maken dat ik, toen ik hiermee begon, dacht ik ga over mijn familie schrijven. Ik had toen van mijn moeder een pakket brieven van mijn oma gekregen. En mijn oma heet Chits. Net als in het boek. Haar man heette Chal. Ook net als in het boek. En mijn vader, J.N.M. de Bruin. Daar is het personage J.N.M. is daar op gebaseerd. En ik wilde daar wel over schrijven, maar ik dreef daar de hele tijd bij weg. En op een gegeven moment heb ik het helemaal losgelaten en ben ik in mijn heb ik de andere ideeën uitgevoerd die ook in mijn lijstje nog te schrijven romans stonden. En één daarvan was het idee van die twee broers. Eén van die mannen, die deed mij, maar dat ben ik, denken aan een James Bond boef. Namelijk iemand die uit is op de wereldheerschappij. Ja. Dat vond ik zo grappig, want dat zie je bijna nooit meer. Maar hij doet het als een soort grapje. Ja, het is een soort grapje. Maar dat is ook... je merkt dat ook in Engeland een beetje, vind ik, bij Boris Johnson. Die ook zo'n soort populariteitsverkiezingssuccesmannetje is. Zo'n jongen die op een kostschool heeft gezeten. Rijk, nooit gebrek gehad. Donald Trump is ook eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Geld van zijn vader geërfd. Verder nooit ergens echt zorgen om gehad. Ja, en dan de wereld is een soort, zoals een kat met een balletje speelt, spelen zij met de wereld. Dat gevoel heb ik daarbij. Het is heel eng. Het is heel eng, ja. Ja, het is gewoon een leuk, gaan we doen. Gaan we... Hij vertedert zichzelf ook met die ideetjes. Ja, hij vindt zichzelf geweldig. Ja. Ja. Maar hij wil ook altijd steeds een jonger vrouwtje. Ja, dat is, Wat is dat toch altijd?
Ik weet het niet. Ik heb die documentaire op Netflix gezien over Jeffrey Epstein. En dat zit er heel erg in. Dus het idee dat je een soort imperiumtje bouwt met jonge vrouwen. Dat is wat in ieder geval dit type man in mijn boek heel graag wil. Ja, daar hadden we het al over. Hè? Ja. Ik las het en ik ken je vrij goed. Ik dacht, god Ellen, ben je nou echt zo somber? Ja. Nou ja, ja. Ik had dus inderdaad wel al voor corona dat gevoel van doem, van zwaarte over de wereld. Maar het is ook wel iets wat ik nu van me afgeschreven heb. Het is wel... Ik was heel blij toen het boek klaar was en dat het er lag. En dan, nu zit het eigenlijk soort van verpakt in een pakketje van onder de 300 pagina's. En daar is het dan. Maar wat je beschrijft, je krijgt wel voor je kiezen als lezer. Het is dat je, groen, laat, dat ja. je de laatste generatie mensen, dat is heel dichtbij. Dat is over een eeuw. Ja. Ik maak hem niet meer mee, maar nee, ik ook niet. Mensen die je ken wel. Ja, ja. En dan is het afgelopen. Dat zou heel goed kunnen, ja. Ja. Dat zou heel goed kunnen. Maar jouw somberheid is nu... Die is opgetrokken. Die is opgetrokken. Die is in ieder geval... Ik heb dat grotendeels van me afgeschreven, ja. Dingen die je zelf hebt meegemaakt. De dingen die ik zelf heb meegemaakt, ja. In dat de relaties. Is, ja, ik denk niet dat herkenbaar is voor de mensen met wie ik die relaties gehad heb. Maar je zou het misschien wel willen? Nee... Nou, je bent niet wraakzuchtig? Ik ben wel wraakzuchtig. Maar ik hoop niet dat die wraak dan weer opnieuw bij mij terugkomt. Dus ja, dat is de boemerang. Ja. 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 Dus een wraak moet ijskoud worden opgediend. En ik weet niet of dit dan die wraak is. Die kraaien zitten in de titel. Ja. Ze zitten in het boek. Je kan ze lezen, maar je kunt ze ook zien. Dat is het aparte van dit boek. Ja, dat klopt. Mijn man, Paul Steenhuis, die schildert heel graag met zwarte Japanse inkt. En die heeft kraaitjes voor mij getekend en elk hoofdstuk heeft een kraaitje erboven. En ja. Dat is omdat het boek ook zo'n ingewikkelde structuur heeft. Dus het is een vlecht van drie verhalen. En elke vlecht heeft zijn eigen kraaitje meegekregen. En als je nou, zoals ik, dat helemaal niet in de gaten had, dat elke vlecht zijn eigen kraaitje, maar dat je gewoon dacht, hé, weer een ander kraaitje, is dat erg? Nee, dat geeft helemaal niks. Want ik vind het hele mooie kraaitjes. Ja, ik vind ze ook prachtig, ja. En onze poes vindt ze ook heel mooi, want die gaat dan op het papier gaat hij met zijn poot er tegenaan tikken. Dit is het slot van Ellen's boek. En ik verraad, het geeft niks, oren hoeven niet dicht. Alles is diep zwart, maar ik ben niet bang. Ik probeer alvast achter me te kijken in de tegenovergestelde richting van daarnet. Want daar moet op een gegeven moment de zon weer opkomen. Dit vind ik zo mooi, omdat ik een heel somber boek achter de kiezen heb. Ja. Maar dit klinkt heel licht. Ja, ja, dat is ook wel fijn. Dat je dan weggaat met een idee van er kan nog van alles gebeuren. Wat eigenlijk ook hetzelfde idee is waar het boek mee begint. Er kan nog van alles. En... Ja, ik dacht, laten we hoopvol eindigen. En dus de dystopie wordt toch een beetje de utopie. Ik weet niet zeker of je dat zo zou kunnen zeggen. Ik hoop het. Ja. Maar ik ben dan ook een positieve ziel. Ik wens je heel veel succes met het boek. Dank ik weet zeker dat het een succes wordt. Het is prachtig. Nou, en vooruit.